Goed dat je kijkt naar weer een nieuwe GP Fans Nieuws Special. We gaan het hebben over Honda die erkent tekortkomingen en geeft verklaring voor de slechte start van Max. We gaan het hebben over George Russell en Lance Stroll die in een heel gek lijst terecht is gekomen. En over Lando Norris en Max Verstappen. Als we Lando Norris mogen geloven, dan veegt Max Verstappen de vloer met hem aan tijdens een potje FIFA. De Britse coureur stelt dat hij Verstappen op gemakkelijke wijze zou verslaan bij Call of Duty, maar dat FIFA niet aan hem besteed is. Dat Norris en Verstappen enorm goed met elkaar omgaan, dat zal inmiddels voor niemand meer een verrassing zijn. Twee coureurs kennen elkaar al een tijdje en zitten vaak regelmatig samen op de sim. Norris en Verstappen hebben samen al meerdere keren meegedaan aan digitale evenementen en doen hierbij goede zaken. Ook op de baan is de bromance van de twee coureurs goed te zien, aangezien ze regelmatig naar elkaar zwaaien vanuit de cockpit. Daarnaast zijn beide coureurs ook regelmatig achter een gameconsole te vinden, al verloopt dat vaak minder succesvol dan ze zouden hopen. Als Norris gevraagd wordt wie de betere FIFA-speler is, dan moet hij ze meerdere erkennen en Verstappen. Dat is Max, vertelt hij tegenover GP-fans. Dat is volgens de 21-jarige coureur echter niet omdat Verstappen zo goed is in FIFA, maar juist omdat hij er zelf niks van bakt. Het is meer dat ik gewoon verschrikkelijk ben, lacht de McLaren-coureur. Ik denk dat hij gewoon veel tijd heeft besteed aan het spelen van dat spel. Als we Call of Duty zouden spelen, dan zou ik een stuk beter doen dan hij, vervolgt Norris. Ik ben daar gewoon veel beter in dan hij. Maar als we FIFA spelen, is hij echter een stuk beter dan ik, omdat hij simpelweg veel meer tijd spendeert aan het spelen van dit spel. Erkent Norris laconiek. En Lance Stroll heeft zich door het raceweekend in Turkije in een bijzonder lijstje weten te wurmen, want de Racing Point coureur staat namelijk op een derde plaats in de lijst met coureurs die dit seizoen het langst aan de leiding hebben gereden. Lewis Hamilton staat met 557 ronden aan kop, gevolgd door Valtteri Bottas met 184. Ja, en Stroll die staat nu verrassend op een derde plek met 32 ronden. Deze positie in die lijst heeft hij geheel te danken aan de Turkse Grand Prix, want in geen enkele andere race in 2020 ging hij aan de leiding. Feit is echter wel dat hij dit seizoen nu totaal langer aan de leiding is gegaan dan Max Verstappen, die 31 ronden aan kop ging dit jaar. Lijstje van de coureurs, toch even leuk om erbij te pakken. Zoals we al zeiden, Lewis Hamilton 557, Valtteri Bottas met 184 ronden, Lance Stroll nummertje 3 met 32 ronden, vlak daarachter Max Verstappen met 31 ronden. Plek 5, Pierre Gasly, 26 ronden. Nummertje 6 voor Carlos Sainz, 5 ronden. Daaronder Sergio Perez met 2 ronden. En de hekkensluiter is Alexander Albon met 1 ronde. En ja, de race op Istanbul Park, dat leek toch wel een uitgelezen kans te zijn voor Max Verstappen om uit te blinken. De Nederlander startte vanaf de tweede positie en had tijdens de vrije training wel laten zien dat hij het spekgladde asfalt redelijk onder controle had. Maar bij het uitgaan van de 5 rode lampen ging het echter al heel snel mis. Want Verstappen die kwam slecht van zijn plek af en moest meerdere plaatsen direct inleveren. Na 18 ronden lag hij weer op de derde stack, maar de jacht op Sergio Perez eindigde in een spin en daarmee een verloren resultaat. Ook teammaat Alexander Albon kende een lastige race. De Thaise Brit stevende af op een podiumplaats, maar ook hij stond niet veel later met zijn neus in de verkeerde richting. Het was overduidelijk een uitdaging voor ons, blinkt Tanabe terug tegenover het Japanse AS Web. Uiteindelijk waren allebei de auto's te laat weg. Het had niet alleen te maken met de carrosserie van de auto, maar ook met de besturingselementen, waaronder de krachtbron, doelt hij op de starts. De Honda-topman vertelt niet dezelfde frustraties als Verstappen te hebben gehad, maar begrijpt deze wel. Max probeerde van alles en focuste zich op zijn eigen race, maar ik voelde dat hij op de limiet zat. Je zou verwachten dat we de kracht ervoor zouden hebben. In plaats van dat er grote fouten werden gemaakt, werden er vooral zwakke plekken blootgelegd. Dat is een probleem en daarin is ook zeker ruimte voor verbetering. Besluit Tanabe. En George Russell die is zeker niet te spreken over het verloop van het raceweekend in Turkije. De Williams-coureur vertelt als fans willen kijken naar chaos, een bloedbad en coureurs die eruit zien als idioten, Formule 1 niet de juiste sport is. Ja, want het hele raceweekend resulteerde in 3 dagen waarop het circuit meer weg had van een ijsbaan dan een racebaan. En dat is leuk voor de fans, maar niet voor de coureurs. Tenminste, die mening houdt George Russell erop na. De rondetijden varieerden van 2 tot 3 seconden per ronde als je de banden aan de praat kreeg, vertelt Russell tegenover Autosport. Het is ongelooflijk, dit weekend had niets te maken met waar de Formule 1 om draait. Ik weet zeker dat de show er goed uitzag en ik weet zeker dat ik graag vanaf de bank thuis had gekeken, maar het was gewoon een loterij voor iedereen op de baan.
Ik hou ervan om in natte omstandigheden te rijden, maar dit was echt compleet iets anders. De Williams-coureur vervolgt, iedereen keek ernaar uit om hier te komen, maar vanaf de eerste ronde in VT1 hadden we gewoon geen grip. De belangrijkste factor daarvoor was het nieuwe asfalt. Russell heeft respect voor de organisatie die op het allerlaatste moment plots een race moest organiseren en dus nieuw asfalt moest vervangen, maar vertelt dat dit echt geen doen was. Op het beton in de pitstraat had je meer grip dan op de baan. En goed, dat was hem dan, de GP Fans Nieuws Special van maandag 16 november. Voor dit een leuke video, vergeet dan zeker niet te abonneren op dit kanaal. En ik zie je morgen weer gewoon bij een gloednieuwe Nieuws Special en een factchecker hier op GP Fans. Tot dan, hoi!